Welkom bij een nieuwe editie van de Piepshow. Met vandaag een vier of vijftal onderwerpen. En het eerste onderwerp heeft een Nederlands tintje. En um, helaas niet zo'n heel erg leuk tintje. Want, en het is niet 100% zeker, want Ubisoft heeft er geen officieel. Antwoord echt. op geven. Maar um, dat is namelijk het bericht. En dat uh, er was iemand, um, inderdaad, die ook een, uh, de, de mail heeft gekregen. Dit is inderdaad dan de mail. Ik zet hem even op F11. Um, namelijk dat Ubisoft gaat bezuinigen. Um, ze gaan snijden in kosten, in Europa. En uh, dat betekent dat er. Ja, wat offices dichtgaan. En een van de offices, eigenlijk het enige office die ze dus met naam noemen in de mail, is die van de Benelux, die in de Merend zit in Utrecht. En die gaat dus, als dit waar is, vanaf 1 april dicht. Het is ook eigenlijk voor de grote uh, van de Benelux is het een groot kantoor geweest. Het is zeker een Ik weet niet of het dat nog steeds is, Maar dat was het vroeger wel. Het ja. werkten best wel veel mensen. En het, uh, um, ja, het was, was altijd een. Weet je, het was ook altijd een kantoor wat een beetje zelfstandig opereren. Waar ze mm -hmm. wel ruimte hadden om zelf dingen te ontplooien en Zeker. ideeën uit te werken. Dus wat dat betreft, best wel op zichzelf staand. En ja, toch ook wel. Ik weet niet, ik, ik, ik vond het het einde van het tijdperk. Dat gevoel kreeg ik heel erg. Ja, nou, het is in ieder geval een kantoor met mensen uh, die wij echt al heel lang kennen. Dus uh, dat, dat maar en met wie we nog steeds veel contact hebben. Dus dat maakt het gewoon sneuvel mensen. Uh, dat er dus ontslag voor hun is. Uh, wat mij, wat mij een beetje. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Irriteerde was... Er is altijd een reden. De, 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 laten we hopen dat er een reden is. Maar er is een re, reden om iets te sluiten. En uh, we hebben dit heel veel over Ubisoft gehad. Uh, de ja. laatste tijden. En uh, dit is dus, als dit de mail is... Uh, ...is dit zeg maar de officiële reden. Uh, as we all know, the market is constantly evolving ...and as an organization we need to keep up with it. At this time, Ubisoft is facing several challenges... ...due to external factors. External factors, daar ga ik op terugkomen. Such as the decline in sales volume of physical games... ...in favor of digital sales. The centralization of marketing by digital, digitizing... ...all our communication channels... De shift from major retail release to uh, free to play, mobile en seasonal games, en less uh, major physical uh, shows. En dan zegt hij van oké, okay, om, daar, om daar het hoofd aan te bieden. Uh, dan moeten we dus allerlei ja, reorganiseren. En dus hebben we eigenlijk dit hele kantoor niet meer nodig. Nou, eigenlijk zeggen ze gewoon van we hebben gewoon niet meer zoveel mensen nodig. En dat, dat nee. even los van de Benelux. Dat is natuurlijk een trend die al heel erg lang bezig is. Weet je, mm -hmm. ik bedoel, vroeger had je in alle landen lokale media. Ja. Tegenwoordig zie je dat er. Vaak vanuit een Europese hoofdkantoor of zelfs Amerikaanse hoofdkantoren. Gewoon een of andere PR-campagne wordt uitgerold over YouTube en nog een aantal social media platformen. En Twitch ja. en weet ik veel. Dat wordt centraal ingekocht. Je hebt eigenlijk niet meer. Al die kantoren nodig. En nee. het sales hetzelfde. Want daar had je, dat had je vroeger natuurlijk. Dan ging er iemand die ging, die ging naar de, weet je, in zijn, in zijn Volvo naar de mediamarkt. En ja. zei: We komen met een nieuwe game uit. Die moeten jullie groter inkopen. Nou goed, dat was iemand die deed dan sales. En die schreef dan op: Oké, okay, jullie willen duizend games. En dan zorgde hij dat die games daar kwamen. Tegenwoordig alles is digitaal. Dus ja, um, ja dit is natuurlijk ook een trend die al heel erg lang geleden is ingezet. Nou nee, ja, dat klopt. Er zijn twee dingen die ik, um, die ik dan persoonlijk. Beetje irritant vindt. Um, de ene is, denk ik. Ubisoft gaat gewoon helemaal niet goed. Dus de reden dat er bezuinigd moet worden dat het allemaal niet goed gaat, is omdat er gewoon al jarenlang door het toppen verkeerd beleid is gevoerd. Namelijk, we gaan. Alleen maar dat is ook waar natuurlijk. Weet je? Ja, dat is. Maar dat staat hier niet. Het is allemaal nee, external. Ze we zeggen niet, is, we hebben er een zo van exact. gemaakt. En, dat, uh, en ik kan maar, weet je, ik vraag me ook af of dat dan leading is. Weet je, kijk, de, ik denk eigenlijk, je hebt de, de, de vraag van: oké, okay, waarom wil je die kantoren sluiten? Nou, ja. oké, okay, dat is duidelijk. Ik denk in ja, digitalisering en mm -hmm. weet ik van whatever, dat is allemaal wel. い <laughs> Uh, maar dan is de tweede vraag, is, waarom nu? Weet je, Wat is er nu dan zo ja, allemaal? Nee, waarom, tuurlijk, tuurlijk. waarom aan het begin van het volgende fiscale jaar? Nou, En dan denk ik dat antwoord op die vraag is dat Ubisoft zich klaarmaakt voor een verkoop. Dat zou, zou maar kunnen en inderdaad. Dat, dat, ja. Daar hebben we het heel vaak over gehad. Weet ja. je? Ik bedoel, uh, de leiding heeft geen grip meer op het bedrijf. Uh, ze hebben geen visie meer. Ik denk dat Yves Guimaud eigenlijk met pensioen wil. <laughs> uh, in ieder geval zou hij dat moeten. Ja. Uh, het is gewoon een beetje klaar. Ja, en wat ga je doen? Ga je het bedrijf opnieuw uitvinden? Of ga je het verkopen in de meeste... De gevallen wordt een bedrijf verkocht. Ja. En ik denk hier ook. En ja, iets is beter te verkopen als je zorgt dat alle ballast eruit zijn. Ja, en alle precies. Straf is. Uh, ja. Inderdaad, ja. En um, nu, nu komt dit veel voor. En Um, wij zijn in. We hebben één probleem in Nederland, in de Benelux. Um, en IE was een van de eerste. Is, is namelijk dat uh, iedereen in Nederland. Of het nou retail is. Of dat het nou media is. Of gamers zelf. We praten allemaal Engels. We snappen Engels. Mm -hmm. En dus is het al heel gauw. Oké, okay, als we een beetje gaan snijden. En bij IE was het een experiment. Wat gebeurt er als wij uh, de, de, de hele PR. Afdeling gewoon helemaal weghalen hier gewoon, weet je wel. Uh, we sluiten dat kantoor. Het scheelt ons een hoop geld. Marketing. Uh, en marketing PR ja, PR ja, Dat is natuurlijk wel. Uh, en, en dan we, we huren gewoon een PR-bureau in. Die we zeggen maar. Oké, okay, er komt een game uit, krijgen krijg je er een dat beetje dat geld. En uh, als er geen game uit, krijg je geen geld. Kijken wat er gebeurt. Ze hebben dat met, met Xbox gedaan in Nederland, weet je wel. En um, als dit gebeurt, is Benelux altijd als eerst aan, aan, um, ja, aan, aan bod. Want bijvoorbeeld Spanje, Italië, die kunnen gewoon niet. Zonder Italiaanse of Spaanse uh, uh, ja. marketing. Want die mensen spreken gewoon de talen niet. Dus dat is het vervelende. Voorts weet ik ook um, dat Nederland is een. Hele goede winstgevende markt altijd geweest binnen, binnen de uh, relatief gezien hebben. Bedoel, ja. bedoel, we zijn natuurlijk niet zoveel geld als in Engeland of Duitsland. Ja, we hebben toch veel mensen, een boel gamers, net als Duitsland. Weet we je, we hebben veel. al snel internet en weet ik veel precies. Wat. Dus, uh, maar, maar toch ben je de klos, weet je wel. Uh, word je gewoon gesloten, en dat kan ik voorstellen dat het vervelend vindt. Tot slot, we zitten inderdaad in andere markt. En als je kijkt naar media, ik vind het persoonlijk. Best wel lastig dat wij straks alles via pr-bureaus moeten doen, want ja, het komt dat, dat, dat... eens. Maar dat is al dat is nu al bijna tien jaar. Nee, maar als je kijkt naar influencers, die hebben dat probleem een stuk minder als het gaat over marketing. Vroeger ging alles op media en vandaag, de dag is dat om maar zo'n segmentje. Kijk, influencers kan je wereldwijd aansturen. Weet je, je krijgt gewoon een coding-contractje ondertekenen, ga maar lekker spelen met ons. Maak je afspraken? Je ging over content praten, et cetera. Het is er niet meer, dus is dit een verbetering? Ik weet het niet als alle PR overal weggaat, of alle marketing nou, overal weggaat. Maar kijk, ja. het, het, natuurlijk is het geen verbetering. Maar aan de andere kant, je kunt je ook vragen: wat is de impact daar nog van? Weet je, ik bedoel, we leven gewoon in andere tijden. Ja, um, ik denk dat Ubisoft goede marketing nodig heeft. <laughs> het, ja, maar dat denk ik ook. Ja. Maar wat ze nog meer nodig hebben, de goede marketing, is goede games. En als ze goede games maken, dan verkopen die wel. Ja. En dat is natuurlijk altijd een beetje het probleem met marketing geweest. Van, uh, ondersteunt je marketing de games of ondersteunen de games de marketing mm -hmm. en in de videogame-industrie zie je dat het het tegenovergestelde is geweest weet je en Ubisoft is een goed voorbeeld van want uh, hun games uh, hadden vaak fantastische uh, marketing PR trajecten ja. om vervolgens technisch tegen te vallen en dan had je dus gewoon een groot probleem mm -hmm. en dat is ik bedoel Ubisoft is niet de enige maar er zijn een aantal die dat gedaan hebben en op dat ogenblik dan, dan backfired je marketingcampagne gewoon want dan heb je dus ja. gewoon een soort verwachting die niet wordt nage uh, waargemaakt en ik denk dat uitgevers dat ook ook geleerd hebben van ja mm -hmm. als je als je veel geld steekt in marketing uh, maar de game is niet de kwaliteit die je verkoopt dan ja. dan dan is dat ook heel schadelijk mm -hmm. en games zijn gewoon veel slechter geworden en zeker veel slechter bij launch geworden dus we zien allemaal day one patches en allemaal dat soort crap weet je ik bedoel dat is de standaard geworden tegenwoordig ja Um, een kleine conclusie die je ook nog kan trekken. En dat is meer. Uh, dat staat hier ook van. Uh, less major uh, physical shows. Um, dit is even dan puur Nederlands. Hè. We hebben natuurlijk heel lang first look gedaan. Uh, als al die kantoren weg zijn. En er zijn er nu bijna. Je hebt Sony nog. Je hebt. Uh, je hebt. een Nintendo nog. En dan heb je nog. Uh, Rockstar. Rockstar. Um, als en Lion die. Die alles opscoopt. Nee, die alles begint tuurlijk, uit te geven. Maar dat ja. zijn. Dat zijn. Dat. dat dat soort partijen en dan met name de PR bureaus die nu de marketing doen voor uh, al die merken uh, die hmm. zullen hier nooit meer evenementen gaan doen omdat dat altijd via een HQ gaat en dan is Nederland te klein dus dat betekent eigenlijk ook exact de reden waarom wij gestopt zijn met first look die gamepartijen staan er niet meer voor open die hebben hier ook geen kantoren meer maar het is ook de, de ja. investering niet meer waard weet nou, je? Nou, en ja, dat, ja, is, dat is, dat is dat, wat ik graag vind Ubisoft heeft altijd nog wel heel lang is het trouw geweest op een of andere manier ja dat snap ik maar kijk hier less uh, major physical shows we hebben het over de Benelux. Er zijn meer fysieke gameshows dan Ooit in de geschiedenis in Nederland. Ik bedoel, ik volg niet helemaal. We hebben de. Hoe heet die shit? Game de, Force. Game Force, dan heb je die shit in Rotterdam, uh, die Dreamhack. Uh, Dream ja. <laughs> en uh, dan heb je nog eentje in uh, Maastricht, had ja, je uh, volgens mij. Dat was uh, ook een. Ja, een nee, game nee. Dingers show. Ik bedoel, er komt niemand op af, daar niet van. Maar nee. dan heb je vervolgens nog de comic-con, dit, de manga-con en de anime-con yeah. en weet ik veel waar je allemaal kan staan. Er zijn gewoon heel erg veel uh, fysieke shows. Ja. Het ding is dat het voor die game-uitgevers niet meer interessant is. Nee. En dat is gewoon uiteindelijk maar één trend. enkel en alleen trend. En daar ben ik ook sceptisch over de E3, de reboot daarvan. Mm -hmm. Alles gaat naar online. Weet je, mm -hmm. de, de, de persconferenties, de, de game-releases, uh, uh, de, de aankondigingen, weet ik veel. Zelfs de eerste play-sessies. Alles is online. Ja. Dus je hebt dit dan ook niet meer nodig. Ja. Um... Ja, ik... ik... Ik denk toch, en dan ben ik het wel een beetje met jou eens, dat dit... Uh, ze moeten natuurlijk een reden geven. Uh, ze, ze sommen al die dingen op. Uh, maar ik denk inderdaad van, hier zit wat meer achter. Uh, dit is gewoon kosten wegsnijden. Uh, want, want ze reorganiseren ook niet binnen het bedrijf. Hè? Het grotere probleem is gewoon dat er geen visie meer is, weet je wel? Dit, dit is gewoon een sideline, weet je wel? Van, hmm. Dit is gewoon, kijk, oké, okay, waar kunnen we nu nog geld wegsnijden... zodat we zo lean en mean als mogelijk zijn... Want het, het werkelijke probleem van Ubisoft. Goede games. Um, weet je wel. Ja, games waar men op zit te wachten, dat wordt hier totaal niet mee opgelost. Maar dan ook echt totaal niet. Dus sterker nog, het wordt nu nog slechter. Want nee, maar ik. Ja. Kijk aan de andere kant, we, we hebben dit al heel lang omschreven. Weet je, dit ja. is dit is de de uh, het vervelende van het van de weg die Ubisoft moet bewandelen. Mm -hmm. Die die studio moet verkocht worden. Nou, dat gaat hoogstwaarschijnlijk uh, gebeuren aan hun grootste Chinese partner, die inmiddels al uh, volgens mij een groot deel van de aandelen mm -hmm. bezit. Um, ja, weet je, um, ik denk dat die gewoon ook gezegd hebben van, luister, we gaan de toko-totaal overnemen, maar jullie moeten in ieder geval nog wat in de kosten snijden. Ja. Um, het is logisch als je een bedrijf hebt wat al een marketingtak heeft, of al een bepaalde vorm van communicatie heeft, of een focus op digitale distributie, dan is het heel erg lastig om dan te zeggen van, ja, maar uh, wij willen nog wel eventjes dit, of we gaan nog lokaal mensen in dienst houden. Nee, dat past helemaal niet binnen de manier waarop dat bedrijf. Ik heb het natuurlijk over Tencent. Tencent ja. is de grote uh, partner van YouTube. Um, ja, dat, dat betekent dat de volgende stap is. Um, uh, nadat alle uh, kosten uh, zijn weggevloeid, is het dus de stap om daadwerkelijk die overname in te zetten. En ja. dan is het de vraag: wat blijft er van Ubisoft over? Weet je? Word, wordt Ubisoft een serie aan uh, mobile games? Weet je? Gaan mm -hmm. ze al die IP's <laughs> inzetten om mobile games te maken. Ik weet het niet. Uh, weet je? Ik nee. weet niet of het, of het oude Ubisoft ooit nog terugkeert. Nou ja, goed, het, in één keer schiet me ook weer die opmerking van Yves Guillaume van pfft, een, beetje een paar maanden geleden, weet je wel. Het is aan jullie om, om die games goed te krijgen. Weet je, ik heb jullie nodig. En dan denk ik van wat er nu allemaal gebeurt: uh, ontslagen bij daar, weet je wel. Uh, de onzekerheid. Nou goed, het volgende voorbeeld dat ga ik ook naar voren halen. Uh, de Beyond Good and Evil verhalen, dan denk ik van. De sfeer bij Ubisoft is op dit moment niet tof, weet je wel. Dan worden er ook geen goede games gemaakt. Want het is zo onzeker al. Want Dit gaat over Beyond Good and Evil 2: ja. een game die inmiddels nu het record heeft. Daar heb ik een leuk item over gemaakt op premium. Um, van de langst uh, de game die het langst in ontwikkeling is, geloof ik 15 jaar inmiddels. Oh, ja? Al, ja, langer de, dan het uh, uh, Duke Nukem Forever. Ja, dat ze was het, uh, het record nu. Wow. Um, deze studio uh, is nu weer de, uh, de managing director. Is het weer weggezet? En er loopt een onderzoek van de Franse... Maar hij wordt um... weggezet. Die, heeft hij ontslag genomen? Of nou, is hij is uh... eruit geknikkerd, volgens mij. Uh, okay. Last week, Steph, was, and for the manager was no longer with the company. Ja, dat is dan... Ik weet niet hoe dat dan... Misschien dat hij dan zelf de eer aan zichzelf... Misschien is hij ook wel weggestapt, ik weet het niet. Maar hij is er niet meer. Um, en er loopt een onderzoek van de Franse Arbeidsinspectie. Omdat um, die houden dat gewoon in de gaten. Dat er ontzettend, nou, bovengemiddeld veel mensen daar ziek of burn-out hebben. En dan hebben we het over yes. Ubisoft Montpellier. Um, ik ben een beetje in die materie gedoken. Ook voor dat item uh, wat ik gemaakt heb. Volgens mij dit weekend online. En die Ancel bijvoorbeeld, die die deze game gemaakt heeft, die stond ook uh, bekend. Het bij was zijn team. studio. Toch? Het en was zijn studio, ja. Ja, ja. Als een enorme warhoofd. Iemand die gewoon zei van, oké, okay, we gaan nu A doen en dan opeens een maand later had je alles gemaakt, zei hij van, nee, we gaan toch B doen. Jeetje. En als je daar niet in meeging, dan werd hij heel erg pissig. En hij ja. was onaantastbaar binnen Ubisoft, want hij had Rayman uh, en uh, nou, exact exact. Okay. Uh, deze man, er waren al klachten over in 2017, maar het verhaal gaat er dat Yves Guillemot, zo'n goede band met hem, ja. um, weer zijn Hand boven zijn hoofd heeft gehouden. Deze game, maar deze studio is ook ziek. En uh, dan worden mensen daadwerkelijk ziek of hebben ze zoiets van: Fuck it, ik heb ook helemaal geen zin meer. Ik meld me ziek. Vandaar dat is nog een onderzoek is. En dit soort. Je, de hele tijd heb je dit soort gevallen bij Ubisoft. Het, 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 is, het is niet dat ik ga zoeken of zo. Het is gewoon. Blizzard heeft dat ook een hele tijd gehad. Dat die, die vergift de mensen die weglopen aan Mas. Uh, nou ja, het is, het is te bizar. En. Ik heb er zo'n hard hoofd in. Ik bedoel, uh, dat dit. dit ja, ik, ja, ja, ik. Het is. Kijk, dat bedrijf zit gewoon vast in een modder. Weet ja. je? En, en dat. Uh, uh, het is niet. Uh, onmogelijk om het om de boel te redden, maar dan, dan moet er echt heel veel gebeuren. Ja, dan moet er gewoon ik, een hele andere uh, directie boven zitten. Nou, en ik denk eerlijk gezegd dat dat um, uh, ja, het, het kan niet binnen de huidige vorm. Nou, en dat is waarom die studio verkocht moet, of eigenlijk die uitgever verkocht ja. moet worden met die studio's en alles erbij. Maar wie gaat dat nu kopen? Fucking nou ja, 11.000 ja, 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 11 medewerkers, allemaal studio's. Ja, maar dat reken maar dat daar ook de bijl ja. doorheen gaat. Weet je. Ik bedoel, het is op een gegeven moment gewoon een, er komt een nieuwe eigenaar. En die, die haalt zijn, uh, zijn checkboek erbij en zijn calculator en zijn Excel sheet. En je hebben ja. iets van ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar dit is geld wat we hebben, uh, dit is wat we verwachten dat jullie gaan verdienen. En uh, dat betekent dat uh, drie kwart eruit gaat. En dat zou zomaar kunnen. Ja. En dat ja, het zijn rare dat is eigenlijk er zit een hele grote economische crisis aan te komen. Ik denk dat we de eerste tekenen daar al goed van zien. Ja. En dat, uh, dat gaat zich ook vertalen naar die gamesindustrie. En dat dat je moet je niet vergeten, zij hebben die studio's. Het is dus allemaal in, uh, in dure landen zitten. Het zijn hele dure studio's. Ja, ja, ja. Ik wil, wil niet zeggen dat de uh, Canadese overheid, uh, want de provincie Quebec betaalt mee aan de, mm -hmm. aan de, lonen, aan de loonkosten van ja. werknemers. Maar in tijden van crisis zijn dat nou precies het soort maatregelen die stoppen. Da, dus... Dat en uh, waarschijnlijk zit in contracten ook voor quit. For, uh, quit Pro quo, uh, we geven wel uh, de, de, ik kan we geven wel subsidie, maar uh, dan willen we ook dat er gewoon games worden uitgebracht. Dus, dus zit je vast aan projecten zoals Beyond Good and Evil ja, en uh, uh, Skull and Bones die gewoon af moeten terwijl die games gewoon niet goed meer zijn. Dus, het, het, het is een ze zijn te snel te groot geworden uh, ja. in de tijd ook dat geld gratis was en ze zijn uitgebreid, uitgebreid 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 uitgebreid. En nu zie je in één keer: van oké, okay, fucking hell, de games verkopen gaan omlaag. We hebben veel te veel personeel, we hebben veel te veel studios, we hebben veel te grote overheid um, en we hebben geen goed management die een antwoord weet. Boom, weet je wel? Ja, plof. Ja, het is kijk wat het wat het treurige eraan is. Het, dit was eigenlijk de laatste grote Europese uitgever. Of ja, 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 Is de laatste grote Als Ubisoft wordt overgenomen door Tencent, dan is het dus geen Europese uitgever meer. Nee. En dan, ja, weet ja, je, EA? dat is dat die je het overneemt bedoel je? Nee, maar, maar dan nog dat is de Amerikaanse. Is, ja Amerikaanse. Ja, ja, Amerikaans Brits. Nee, heel Amerikaans. Okay, ja. Ja. Nee, we, hebben, we hebben in uh, Europa volgens mij. Nee, goed, je hebt natuurlijk Plyon, weet je, ja. en, en dat weet je THQ Nordic uit uh, die hoek. Uh, dat zou kunnen, maar. Um, Ubisoft heeft gewoon zoveel geschiedenis. Weet je. Het is een, een uitgever ja, nee, van, van, van de begindagen van videogames. Weet ja. je. En je had er vroeger Atari en Infogram en Ubisoft. Al die Franse bedrijven. Crio. Alles is weg. Ja. <laughs> dat, Crytek, ja. Nou, ja, ja. Ja, het is bizar hoor. Ik bedoel, nou, het is absoluut uh, jammer als dat. Uh, uh, het is nog niet weg. Um, maar dit ziet er gewoon niet uit. Goed uit. Uh, waar het er ook niet goed bij uitziet is Square Enix. Ja. Uh, Square Enix, um, de grote baas daar, dat is Yosuke Matsuda. Uh, die is weg. Uh, die wordt overgenomen door Takashi Kiryu. Um, en nou, dit, dit was de tweet uh, die ik zag. Toen dacht ik van oké, okay, uh, ik weet dat daar wel dat, dat het niet lekker loopt bij Square Enix. Maar um, toen ben ik weer even wat verder gaan zoeken. En er zijn in een aantal aantal mensen die daar dan echt gewoon in gaan duiken. Um, en, oh, oh jeetje, dit moet ik natuurlijk helemaal niet doen. Um, Square Enix, wat, wat is er dan aan de hand met Square Enix? Um, nou, ze hebben uh, 200 miljoen verloren van hun laatste twee Marvel-games: Marvel Adventures en dan nog een andere. Uh, Forspoken en Babylon's Fall zijn vreselijk geflopt en dat waren hele dure games. Um, nou ja, goed. Uh, dan zie je dus gewoon dat. Al, nou ja, goed. En dan hebben ze dus bijvoorbeeld dit verkocht. Hè, dit, deze games, die Crystal ja, Dynamics en Eyebrows, yeah. die hebben ze voor 300 miljoen verkocht. Naar verluid, omdat ze die schadepost van 200 miljoen van Marvel moesten. Ja, moesten, dat, dat putje dat moesten zetten. ze deppen. En Brace heeft dat gekocht. En heeft dat onmiddellijk verkocht voor een veelvoud aan weer aan. Ik dacht aan Amazon, weet je wel. Dus totale paniek. Oh Ja, dat heb ik nooit bij. Ja, ja. Een, van... 1 miljard of nog meer zelfs. Dus echt ja. binnen twee weken. Gewoon. Nou ja, maar die, die, die deal was te raar. We hebben van het begin af aan gezegd dat is 300 miljoen. is echt erg weinig voor die studio's en die IP's die erbij horen. Ja, uh, ja dat, is, dat is echt bizar. Gewoon. Precies. En dit is eigenlijk wat er bij al die bedrijven aan de hand is. He, zie je dus inderdaad uh, van 2010 naar uh, 2022 het, 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 het bedrag wat men spendeert aan. Gameproductie, het maken van games, dat begon dus met 170 miljoen. Ja. ja, het is veel duurder geworden, terwijl aan de andere kant er veel minder is om, omgekomen. Dus daar is weer een management, is helemaal. Maar, maar dit, is ook, ja, dit is ook wat inflatie doet. Zo zien inflatiebegrotingen eruit. Weet je? Ja. je personeelskosten vliegen omhoog. Um, uh, je kosten voor techniek vliegen omhoog. Je, al je kosten gaan gewoon echt. Exponentieel omhoog. We hebben afgelopen jaar in Nederland. Het hangt er een beetje vanaf hoe je het mm. bekijkt, dat je officieel we dan 10% gehad. Core inflatie. Maar als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld voedselprijzen, energieprijzen, allemaal keer twee, keer drie gegaan in een jaar tijd. Ja. Uh, dit, dat ga je nu in uh, um, uh, ook bij dit soort eigenlijk ingewikkelde. Uh, productiestudio's, ga je dat ook zien? Weet je, ik bedoel, wie weet ik, ik weet dat zij bijvoorbeeld een groot kantoor hebben in, uh, in Tokio, uh, misschien liep daar net de, de huur vanaf en mijn contract vanaf, weet ik veel. Maar, maar ze komen dus al die games die ze gemaakt hebben voor dit geld, zijn allemaal geen goede games gebleken. Ja, daar zit dus wel een probleem in. Maar dat is ook inflatie. Dat klinkt stom, maar dat is ook inflatie. Kwaliteit neemt terug, kosten gaan nemen toe. Dat is inflatie. goed management moet zien, toch? Ik bedoel, andere bedrijven kunnen het namelijk wel. Maar je kunt zeggen: een goed management kan met minder middelen betere kwaliteit. Zij hebben al hun geld, een groot gedeelte van dit bedrag qua investeringen, hebben ze bijvoorbeeld op NFT's gezet. Ja, oké, tuurlijk. Dus het is gewoon inderdaad gewoon. En het raar is, en dan ga ik het niet nog een keer zeggen, maar dat is ook inflatie. Dat is ook dat niet is nee, want dat is gewoon gokken. En ik zie ja. het kids in mijn sportschool doen. En ja. bedrijven doen het ook. weet je, Ik bedoel, het is gewoon gokken. Laten we die shitcoins gaan proberen. Kijken of we daar wat geld mee kunnen verdienen. Want voor de rest werkt het niet meer. nee, en uh, dat, uh, ja. ja, plus natuurlijk gewoon dat zij um, al hun games eigenlijk bij PlayStation onderbrengen. Ja, ja goed, uh, waarom geen Final Fantasy? Waarom geen voorspoken op Xbox? Dat gaat je misschien weer een paar miljoen extra verkopen doen, wat je nu uitsluit. Um, dit bedrijf is dus ook. Ziek van binnen. Uh, nou, daar wordt nu uh, inderdaad wel rigoureus ingegrepen. Dus wat bij in Frankrijk niet gebeurt, uh, waar Yves Guimot blijft zitten en waarbij die aan de onderkant wat poppetje eruit knikt, is hier gewoon de grote baas eruit gegooid. Uh, ja, maar dat kan in Frankrijk niet. Dat nee, is niet nou, dat zou want, kunnen, u, want de Guimot-broers zijn zelf de grote baas. Dus die worden niet zomaar op straat geflikkerd, want dat zouden ze zelf moeten doen. En hier, uh, ja, hier, hier bestaat gelukkig een iets gezondere situatie. Ja. Um, dus hier kan het wel. Ik. Um, ik, ik vind het ook heel moeilijk. Kijk, eigenlijk hebben ze op dit moment uh, twee producten. Uh, Final Fantasy en, en Kingdom Hearts, wat dan gewoon nog echt, echt wat leeft. Maar ook hier weer, uh, ook deze zullen terug naar de basis moeten. Of zijn weer een uh, prooi voor verkoop. Ja, maar ik vraag me af of dat niet stopt op een gegeven moment. Kijk, ik bedoel, ja, je kan niet alles kopen. Ik bedoel, dit is dan heel vaak, er is heel veel uh, roddels en gerucht al geweest van Square... En Sony, weet je wel, ja. dat gaat Sony overnemen. Maar ik denk dat Sony, a, ah, hebben ze daar überhaupt het geld wel voor? Om zo'n partij te kopen. Nou, uh, Sony heeft zijn eigen struggles. Die moeten ook nu content krijgen. in principe zouden ze zich uh, uh, de weg naar buiten kunnen kopen. M Microsoft zou dit kunnen doen om wat meer voet aan de grond in Japan te hebben. Maar ja, die zitten ja. nu al vast aan Activision Blizzard. Dat al zoveel problemen opleveren. Dan heb je Ubisoft ook nog wat, wat, wat ja. misschien dat te kopen. Ja, op een gegeven moment houdt het op. En je staat te koop. Uh, ja, nee. Het, het houdt ook op. Al deze ja. grote partijen zijn gewoon klaar voor de, voor, voor de hakbal. En ik denk wat dat betreft. Um, um, de, de functie van een grote crisis. Is dat bedrijven die eigenlijk de rente op hun leningen niet meer kunnen betalen omdat mm -hmm. om dat uh, weg te maaien? Weet je? Dat ze ja. die bedrijven moeten omvallen. En ik denk dat dat, uh, dat gaan we zien gebeuren. Weet je? Ik bedoel, je ziet gewoon dat dit een, een, een uitgever zoals Square Enix, die geen inkomsten heeft of, of weinig inkomsten heeft in ervaring tot hun kosten, ja. Ja, die, die, die is ten dode opgeschreven. Weet je? Wie heeft er zin in dat soort belast op zijn, uh, in zijn boeken? Niemand. nee En ja, de druk, uh, er komt een nieuwe Final Fantasy. 16 uit, volgens mij pak een beet in juni rond de E3. Die druk op die titel om te slagen is zo enorm. Ja, dat is waar. Ja. En, en, en dat is voor publishers of voor de developers ook weer zo. Ja, weet je dan van, mijn hemel, dat is ook weer een drama. Dus, maar, maar ik denk dat één zo'n titel ook niet zo'n zo uitgever kan redden. Weet nee, ik, dat, dat denk dat, ik ook. Want dat, dat betekent dat er namelijk ook Um, kijk, als die overheid zo hoog is, het, het groot, de grootste uitdaging voor Square Enix is om die leningen uh, 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 of solvabel te blijven. En ja. dat, dat doe je met leningen tegenwoordig. En die rentes gaan omhoog, ook in Japan. Ja, ja. En die leningen zijn niet meer zo makkelijk. En ja, weet je, je moet gewoon met een ontzettend goed verhaal komen. Of een overname kandidaat zoeken die je bedrijf over wil nemen. Dat zijn de twee opties die je hebt. Ja. En ja, wie heeft er geld? Uh, Microsoft en uh, Tencent. Dat ja, zijn de partijen met geld. Ja, dat is waar. Ja. Maar ik denk dat, dat wel als, als Microsoft nog meer gaat kopen... dat ze op een gegeven moment wel tegen de muur aan gaan lopen. Van de, en Double waarom zouden ze Final Fantasy? Is, is dat nou zo'n zo big deal? Weet je? ja Ik snap dat de Japanse markt belangrijk is. Maar heb nee. je de Japanse markt met Final Fantasy? Nee. Ik denk het niet. Ik denk nee. dat de Japanse markt al voor een groot gedeelte bediend wordt... door de mobile-uitgevers. Door, door, ik door mobile ik denk dat, dat Xbox ook wel dan eerder geld zegt... van hey, kunnen wij bijvoorbeeld rechten voor games... Pers gewoon uh, kopen voor final fantasy dat ze dat eerder zouden doen, dan nog zo'n bedrijf te bijkopen Dat heeft weinig zin inderdaad, ja. dus het is lastig. Um, ja, goed. Hier hebben we het in het verleden ook al vaker over gehad. Um, FIFA en FUT uh, ja, loopt al heel lang. Weet je, is het nou wel of is het nou niet een gok element? En er zijn al wat processen geweest. nou in, in Nederland is dat uiteindelijk in het voordeel van IEA, heeft dat uitgepakt. Maar in Oostenrijk, um, ja, daar, daar is het wel los. Uh, de Oostenrijkse kantonrechter. Uh, die heeft bepaald dat het wel degelijk een gokspel is. En die zaak was dus door een aantal gamers aangespannen. Um, en uh, die hebben het gelijk gekregen. En dat betekent ook: de zaak was aangespannen tegen PlayStation. Vond ik wel grappig, maar dat komt omdat ze op de PlayStation hebben gespeeld. Dus dan ga je ja. eerst naar PlayStation toe. En PlayStation moet nu de kosten van de kaartjes gaan terugbetalen. Uh, dat is in dit geval. Uh, 338,26 euro. En 26 cent. Uh, maar er waren meer claims die in dat proces zitten. En die variëren van 800 euro. Vind ik al heel veel. Tot 85.000 85 euro Jezus. aan die fucking kaartjes. Jezus. Um, anyway, uh, ja. Is dit nou belangrijk? Nou ja. Ja en nee, uh, in die zin van het is nu nog een kantonrechter, PlayStation gaat natuurlijk in beroep. Um, en IE uh, zal ongetwijfeld het ondersteunen, maar op een, het is natuurlijk van rechters en uh, recht, uh, ja, die, die kijken ook naar elkaar toe, weet je wel. En um, ik heb me laten uitleggen door iemand van dat het de, de, de jurisprud jurisprudentie op op, op gokken, is nog heel erg verouderd. Het is nog dat verouderde gokken. Maar vandaag de dag is alles digitaal. Het is anders geworden, weet je En ja. als je dat toetst aan de letters van de wet die verouderd zijn, dan is het geen gokken. Maar wat je gaat krijgen is, het zijn andere tijden. En hoe je het ook went of weert, IE zegt, ja, maar dat kaartje is gewoon niks waard. Het gaat om het principe, je koopt iets en je weet niet wat erin zit. En dat blijft dan een gok, wat dat mij betreft. Ja. En, nou ja, kijk, in Nederland, ik, ik weet het, omdat ik het gevolg heb, maar in Nederland is natuurlijk een belangrijk onderdeel, is dat je haalt geen geldelijk gewin uit die, uh, nee. uit die kaartjes. Nee. Dus het is gokken in de zin van dat het een soort, als een verrassingsei, weet ja. je, waar je weet niet wat erin zit als je het koopt. Is het gokken dan, weet je. Het is een gok. In de zin van je geeft geld uit, omdat je hoopt dat er een goede speler in zit. En dan zit er natuurlijk, ja, dan zit een plastic poppetje in, is dus dat maar niks <laughs> in. Dus dat is natuurlijk lastig. Dus dat, uh, maar het, is, het vertaalt zich niet direct naar geldelijk gewin. Daarom is het geen gokken. Nee. Um, ik vind het wel gokken, dus ik snap ook die Oostenrijkse rechter wel. Die ja. zegt van ja, luister, um, um, zelfs als een gokapparaat geen uh, munten uitkeert, als je drie dezelfde symbolen op een rijtje hebt of vijf, dan weet ik veel, dan nog steeds is het een gokapparaat. Ja. En dat is een beetje hun argument. Ik, ik, en ik, ik, ik snap dat ergens ook wel. Kijk, iedereen voelt aan zijn water dat die, dat die, die hele futpacks, de hele manier waarop dat werkt, ja. gewoon niet helemaal fantastisch is. Nee. Dus dat. Um, ja. En het rare is, het zou niet werken. kijk, je zou kunnen zeggen. Oké, okay, dan nou, als IE dan gewoon al die kaartjes gewoon te koop in de winkel. Weet je, dus dat duurste kaartje die Ronaldo Messi weet ik van met zes sterren erbovenop, die kost gewoon 700 euro. Maar dan heb je dan kun je hem in je tien zetten. Als dat zo is, dan doet niemand het meer. Waarom nou. niet? omdat je gewoon hoopt ja, dat hij er toevallig voor 2,50 in zit, dat ja. hij erin zit. Ja, goed. Nou, in ja. ieder geval zo'n rechter die dus in één keer zegt van: het is wel zo als dat bijvoorbeeld door heel Oostenrijk wordt overgenomen, het zit in de EU, dan gaan ze met naar elkaar kijken en voor je het weet uh, wordt dit zeer rendabele businessmodel voor IE aan vlaarden geschoten. En uh, ja, en, uh, ja. Ik, ik, het, ik, het raar is, ik begrijp de rechter, en ik begrijp de uitspraak, ik ja. ben het er niet mee eens in de zin dat je hetzelfde principe, het is al zo oud als baseballkaartjes in Amerika, weet je? Mm -hmm. Ik bedoel, ja. wij hadden dit vroeger had je Star Wars kaartjes in mijn jeugd, Zeker. je? Uh, uh, nu heb je Pokémon kaartjes. Ik wil, dat zou dan ook allemaal eigenlijk niet kunnen, want dat is hetzelfde model. Mm -hmm. En ja. dat, um, ja, ik ik, 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 heb het er toch lastig mee dat, dat daar zit ook een spelelement in. Maar die kaartjes kun je. Die, die, fut is natuurlijk wel zo als jij de betere kaartje hebt, win je de game makkelijker. Ja, oké, okay, maar dat nou, met nee, het zit ook is. is het is ingewikkeld. Vast. En dat, uh, hier is natuurlijk gewoon geen jurisprudentie van. Weet je wel, dit is nieuw. Ik en denk eigenlijk dat in hoger beroep dat het verworpen wordt. Dat zou, dat zou best kunnen, inderdaad. Ja. Um, maar goed, een kleine verandering. Uh, ja, dan gaan we door, dames en heren, naar het feuilleton Activision Blizzard. Uh, ook deze week zijn er weer een paar dingen gebeurd die ik er even uit wil. Pikken. Uh, in principe is de stand van zaken nu dat de uh, Europese Unie waarschijnlijk nu wel gewoon uh, de boel gaat goedkeuren omdat EA dus een goede deal heeft aangesloten voor 10 jaar aan Nintendo en Nvidia. daarmee laat zien: hey, ik, ik wil iedereen gewoon dezelfde deals geven en ik wil niks uitsluiten. Um, de FTC en de CMA uh, die stribbelen nog tegen, maar er is iets heel interessants aan de hand. En dat is namelijk dat um, in Amerika had. Xbox, omdat het nu naar een soort van rechtbank gaat, namelijk van de FTC, een soort van. van ja, weet ik, ja, ik noem het dan gewoon even een rechtbank. Uh, willen zij allerlei documentatie hebben. Hè? Je hebt als partij, als jij uh, die, die partij. Uh, je, je, die heeft een aanklacht tegen jou. Dan heb jij het recht van oké, okay, om daar een goed antwoord op te geven, heb ik. Toegang nodig tot bepaalde documenten, want anders kan ik niet mijn verhaal houden. Um, een subpoena heet dat. En uh, Sony hield dat keer op keer op keer op tegen van nee, ik heb er nog geen tijd voor, of het duurt te lang, of ik wil het niet. En uiteindelijk heeft de rechter nu gezegd: Je moet het doen. Uh, niet volledig zoals Microsoft het wilde, want dat was vanaf 2012 tot nu alle. Exclusieve deals of wat ze betaald hebben, of, of et cetera, et cetera, bekendmaken, inclusief de mails van Jim Ryan en weet ik allemaal wat. Nu moet het vanaf 2019 moeten ze allemaal laten zien. Dat zijn 150.000 documenten wat ze allemaal afgesproken hebben, of gevraagd hebben, of aangeboden hebben aan al die publishers. En er zijn nu mensen die zeggen: um, Sony. Hij heeft nooit verwacht dat het zo ver gaat komen en het zou wel eens kunnen zijn dat zij nu hun eigen zaak volledig in de voet aan het schieten zijn. Want nu zou er bijvoorbeeld bekend kunnen gemaakt worden dat zij en dat is wat Microsoft hen van beticht, zij betalen third parties ervoor om games van Game Pass weg te houden. Ja, dat is bizar. En dat moet nu naar buiten, want je kan hier niet juridisch gezien, je mag niet het document achterhouden. Dat mag niet, ja. uh, want dan ben je strafbaar. Uh, dus het moet nu naar buiten komen. En dan, ja, de, en, en er is zelfs, ik zit even te kijken hoor, maar uh, het is ook een van die rechters die zegt dat ook. Um, even kijken hoor, even kijken welke het is. Um, oh ja, Judge Chappell is dat bijvoorbeeld, die zegt van: It's possible that not only in that respect, but also in other Sony could have obtained a better result through an agreement with Microsoft. We zitten nu op een moment hmm. dat Sony heeft hoogspel gespeeld, um, gehoopt, verwacht dat bijvoorbeeld NVIDIA's en de Google's en de Amazons allemaal mee zouden gaan. Die zijn allemaal weggevallen, want die hebben allemaal zoiets van: Oké, okay, fuck it, ik, ik sluit een deal met Microsoft, ik vind het allemaal goed zo. Staan nu alleen en. Nu moeten ze dus al die documenten gaan vrijgeven. En kom naar buiten, en ik weet niet wat het is, maar er kom naar buiten hoe dat wereldje achter de excessieve deals daadwerkelijk gaat. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Uh, ik denk eigenlijk dat het het daglicht niet kan verdragen. En dat Sony uh, besluit niet uh, die documenten te delen en <laughs> gewoon de zaak zettelt. Ja. En ik heb begrepen ook dat in Europa er al bijna een uitspraak is. En die uitspraak luidt dat de deal door mag gaan. Ja. Dus dan uh, gaan andere uh, territories gaan gewoon volgen. Uh, ja, dat, dat, dat is het. Ja, dit is dan bijvoorbeeld hè, 2020. Uh, dit was dan ook iemand die zei uh, uh, dat uh, Sony alle derde partijen heeft uh, gevraagd om exclusieve deals. Uh, en uh, wat heeft Microsoft geboden? Oké, okay, dan bieden wij het meer. En nogmaals, dit is business. En het ding is, Microsoft heeft ze nu overtoept. Die heeft gewoon gezegd, oké, okay, dan kom ik met Game Pass en dan heb ik nog een betere deal. En ik heb nog meer geld, ga ik erin stoppen. Ja. En dan kan je op dat moment niet gaan piepen van, ja maar wacht even, maar dat, dat vind ik niet leuk. Eerst doe je het zelf en dan zegt Max ook, ah oh, fuck it. Nu, nu gooi ik dan ook echt mijn portemonnee over en dan kan je niet mee. En dan kan je niet gaan roepen van, ja maar dat mag niet. En dan pakken zij Call of Duty af. Want ze pakken het niet af. Ze zeggen, hey dude, jullie kunnen het allemaal krijgen. Dus hoe ga je dit dan op een gegeven moment nog rechtzetten en waarom blijf je hier aan vasthouden, dat verhaal? En, ja nu nou ja, de hele, ja. De, kijk de hele zaak is natuurlijk gericht op het vertragen van dat hele proces ja. en ik denk dat het uh, niet werkt ik denk dat het ook niet helemaal te goede komt voor Microsoft of uh, 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 en Sony allebei trouwens niet nee en um, ja dat, dat dat dit in op de achtergrond zo speelt en dat die zaken zo gespeeld worden dat is duidelijk dat wisten we al weet je dit is gewoon hoe Sony opereert uh, ja. en Microsoft zou exact hetzelfde doen nou ja goed en... Dat is ook wel leuk, want dan komen al die documenten. Overigens weet ik niet of die documenten die Sony nu moet vrijgeven aan Microsoft, die ook daadwerkelijk vrijkomen. Het schijnt zo te zijn dat we de documenten gaan zien die Microsoft gaat gebruiken in hun verweer. Uh, als dat doorgaat, maar niet alles. Uh, maar dit, dit zien we dan wel. Dat, dat is ook wel grappig, dan zeggen ze dus Sony opposes including Lin Tao en Hideaki Nishino as custodians, dus dat zijn dus ook weer mensen waarvan documenten naar buiten moeten komen, uh, whose files should be searched for documents responsive to the subpoena. Uh, uh, Sony does not as to either request the custodian content that the custodian files are irrelevant, dus ze zeggen eigenlijk van nee, ja, dit, het, het, het is heel relevant voor deze zaak, but as to uh, Tao, uh, uh, Sony asserts that a high percentage of Tao's files are in Japanese, <laughs> which uh, Sony argues That would render search taal files more time consuming and expensive. Het is een fucking Japans bedrijf. Ik bedoel, ja. ja, krijg je om dit soort onzin? Van ja, maar dan moeten we het allemaal gaan vertalen en dit, dat kost zoveel tijd. En um, ja, dan moet je deze shit niet aanspannen, want je weet dat je dit voor je kiezen gaat krijgen. Ja. Ik, ik denk echt dat serieus dat ze dit verkeerd hebben ingeschat. Uh, uh, um, hoe. Um, hoe heet dat nou? Uh, solidair de industrie is. Ze hadden ja. echt verwacht dat iedereen solidair met Sony zou zijn. En dat het is, het is een hypocriet wereldje, man. Het maar gewoon... dat ziet iedereen wel. Ja, je? en het stom is. Sony is ook goed kwijt. Hè? Dat is het. Ja. Dat is het uh, kijk, Sony vecht natuurlijk voor het oude model van gewoon AAA-games verkopen ja. in de winkel bij wijze van spreken. Um, maar... Waar elke, de, elke publisher inmiddels al ver voorbij is, omdat ze weten dat dat niet lang gaat duren. Maar precies, dus je ziet dat er en zeker indies die zijn. Die zijn altijd buiten de boot gevallen bij Sony. Ja. Dus die die je ziet gewoon van ja die zijn al lang aan het voorsorteren geweest op die digitale distributie, op die platformen, op die subscription-based games, weet ik veel wat. Die zijn dingen aan het doen. En Sony die leeft echt nog in het jaar uh, 2000 ja. en die die wil heel graag vasthouden aan iets wat eigenlijk al voorbij is. En ja, weet je, de partijen waar ze dat mee doen, zijn in toenemende mate de partijen die studio's sluiten. En, en, en weet je, zoals Ubisoft nu in ja. Nederland uh, een, een bedrijf sluiten. Ja, nou die die, die, die publishers, daar had Sony ook meer van verwacht. Maar die zitten absoluut niet te wachten om ook nog eens een keer oorlog te maken met de Xbox. Nee, om de, vooral omdat de ze, ze bij kunnen winnen. Ja, nee, ze weten niet waar ze naartoe moeten straks. Nee. Dus, dat, uh, ja. dus um, ja, dit gaat absoluut nog een staartje krijgen. Ik vind dat persoonlijk heel interessant, die documenten. Om de, en niet, niet zozeer omdat ik Sony wil zien falen, maar ik. Ik denk dat we heel veel niet weten hoe die deals gesloten worden achter de, achter de deurtjes. Mm -hmm. En um, ja, dit komt allemaal naar buiten. En dat, uh, dat gaat een beerputje zijn. Ja. En dat blijven we volgen. Goed, uh, volgende week, nieuwe Piepshow.